Hoi, wie ben je? Hoi, ik ben Marjolein de Graaf. Wow. En ik ben hier op de jaarbeurs in Utrecht, op de NOT-beurs. NOT 2017, en waar ben je van? Ik ben van de Stichting Verkeersonderwijs. En de Stichting Verkeersonderwijs maakt zich hard voor verkeerseducatie voor vanaf kinderen van groep 1 in de basisscholen tot en met groep 8. We hebben drie hele mooie verkeersprojecten die wij op basisscholen in Nederland mogen aanbieden. In de provincies waar een subsidie wordt verstrekt om dat te doen. En wat doe jij dan binnen die organisatie? Ik zelf, naast dat ik hier vandaag ben, verzorg het contact met scholen. Ik benader scholen als ze het leuk vinden om aan te haken met een van de projecten of alle drie. Want het is een hele mooie doorlopende leerlijn. Dus we bieden vanaf groep 1 tot 8 kan een school helemaal gewoon een verkeerseducatieproject innemen. Dus eigenlijk ga je alle scholen langs? Ja, maar dan per telefoon. Dus ik maak contact met de mensen en ga vragen of ze het leuk vinden om dat project te draaien op school. Maar kom je ook wel eens op een basisschool? Of, ik kom wel eens op een basisschool, ja. Maar, en dan vertegenwoordig je toch ook weer verkeersonderwijs? Dat klopt, ja. En een presentatie bijvoorbeeld, of wat houdt het in? Verzorgen wij als onderwijsorganisatie presentaties, maar ik zelf doe dat niet. Nee. Wat is zo goed en zo leuk en zo belangrijk aan verkeersonderwijs? Want wat is de reden waarom jullie bestaan? Ja, nou, het is uiteraard wordt in de jonge jaren van het leven van een mens de basis gelegd voor om zich als goed verkeersdeelnemer te gedragen. Ja. Want dat iemand loopt op straat maakt hem nog geen verkeersdeelnemer. Je praat toch over veiligheid en bewustheid natuurlijk. Ja, ongeleide projectielen zijn kleine kinderen die nog niet bewustzijn hebben of de ontwikkeling nog niet daar is om echt waar te kunnen nemen zoals wij dat doen. Met oversteken, met fietsen. Daar is een hele schone taak weggelegd voor ons om te zorgen dat het bewustzijn snel zich ontwikkelt. En kinderen leren heel snel. Hoe leuk is het om voor zo'n organisatie actief te kunnen zijn? Heel leuk, want het dient zo'n goed doel. Ik bedoel, het gaat over de veiligheid van onze toekomst, van onze kinderen. He, hoe mooi is dat? Minder verkeersletsel en verkeersdoden. Indirect red je er gewoon levens mee. Absoluut, ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En een fijne dag. Dank je. Hoi, wie ben je? Oh, ik ben Albert Bart, directeur van Kleinkunstig, de grootste cultuureducatie-instelling van Nederland. Dat is nogal grootschalig, Kleinkunstig. Ja, dat klopt. Ja. We hebben twee labels, Grote Broer en Kleinkunstig. We werken in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. We bereiken gewoon heel veel leerlingen per jaar met hele leuke culturele programma's. En waar kom je vandaan en waar werk je? We zitten met ons kantoor in Zwolle, maar we hebben ook een vestiging in Amsterdam en in Nijmegen. En wat houdt het in als directeur? Wat doe je? Wat heb je allemaal opgericht? Hoe gaat dat? Nou, ik begon natuurlijk gewoon op de zolderkamer. Hè. 11,5 jaar geleden hard werken en in mijn eentje programma's verkopen aan scholen. En dat is uitgegroeid tot nu een team van 6, 7 medewerkers en 250 freelancers. 250 freelancers? Ja. En die werken behoorlijk wat uurtjes binnen het jaar? Die kunnen heel wat uurtjes bij ons draaien, ja. Tot absoluut. Hoeveel programmauren kom je dan per jaar? Zo'n 130.000 lessen geven wij per jaar. Echte lessen? Echte lessen, 1,5 uur meestal. Voortgezet onderwijs, dus wat moet ik zien? Jullie gaan naar die scholen toe? Ja, wij gaan naar die scholen toe. We hebben dan een soort cultuurdag, zeg maar, of een cultuurdag. En daar komen bijvoorbeeld 400 leerlingen. Die geven allemaal verschillende lessen in theater, dans, muziek, beeldende vakken, 3D-print, poëzie. En over de hele breedte maken ze dan kennis met kunst en cultuur en creativiteit. En toch even de vraag natuurlijk, want je bent begonnen. Weet je nog hoe je begon en hoe word je dan de grootste? Ja, hoe word je de grootste? Geen idee. We zijn gewoon lekker hard gewerkt, veel geautomatiseerd en heel goed voor je klantenzorg. En gewoon goede producten leveren. Gewoon altijd doen waarvoor je staat en zorgen dat het klopt. Dat wat je vertelt, dat het ook gewoon geleverd wordt. Maar wat was het eerste product? Want je begon met Grote Broer. En wat was dat dan waar je mee begon? Ik begon niet met Grote Broer, eerlijk gezegd, maar ik begon met Kleinkunstig. Grote Broer heb ik een paar jaar geleden overgenomen. Maar met Kleinkunstig begon ik gewoon op die zolderkamer met het organiseren en managen van artiesten. En uiteindelijk ben ik er ook workshops bij gaan verkopen. En op een gegeven moment ben ik gestopt met het managen van artiesten. En toen gaven we alleen maar workshops.
En wat voor freelancers werken bijvoorbeeld voor jullie? Wat zijn dat voor mensen? Theatermakers, denk aan acteurs, mensen die spelen bijvoorbeeld bij grote musicals of in voorstellingen. Muzikanten, beeldend kunstenaars met een mooie eigen beeldende praktijk. 3D-kunstenaars die 3D-workshops geven. Ja, het is gewoon niet te filmen dit. Dit is gewoon een ongelooflijk film. Ja, ik hoop dat we elkaar in de toekomst weer gaan zien en ik wens je een fijne beurs. Hey, leuk. Dankjewel. Hoi, wie ben je? Ines Wildhagen. En waar werken jullie? Ik werk in ieder geval voor Leestalent. Dat is een label van Educto. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Maar we zitten op heel veel locaties in het land en we breiden steeds verder uit. Ines, je hebt het over Leestalent. Ja? Maar ik zie ook nog een ander aantal projecten, taalreis, et cetera. Kun je dat nog even noemen? Wat je zei, ik sta hier voor Leestalent. Dat is een label van Educto. En Educto heeft meerdere labels. Wat we eigenlijk doen is, we gaan eigenlijk over alle soorten lees- en taalproblemen die je kan hebben in het Nederlands. En voor elk specifiek probleem hebben we een label opgericht. Dus bijvoorbeeld als je gaat kijken naar taalreis, dat is vooral voor logopedie, dus logopedische problemen. Dan hebben we rekenlicht, dat is meer voor dyscalculie. En Leestalent is bijvoorbeeld voor de dyslexiezorg. En wat doe jij in deze organisatie? Want je staat hier natuurlijk op de NOT 2017, maar ik ga ervan uit dat je wel een tijdje binnen deze organisatie actief bent. Ja, ik ben als enige taalwetenschapper hier werkzaam. Leuk. En ik heb mede met een paar andere mensen de nieuwe methode Scribble ontwikkeld. En die gaan we hier introduceren op de NOT. Dus, het oude spelletje Scribble, maar dan op een... Nee, daar komt de naam een beetje vandaan. Dus de naam is Scribble, want het verwijst ook een beetje naar scribbelen, dus tekenen. Okay. En het is gewoon een hele kindvriendelijke methode om dyslexiezorg te bieden. En als taalwetenschapper, want wat draag je dan bij binnen zo'n organisatie? Je werkt heel veel met psychologen en orthopedagogen. Maar ja, je wil vooral ook taalproblemen kunnen uitleggen. Dus waar komt een bepaald taalprobleem vandaan? En hoe pak ik het anders uit om dat op verschillende manieren aan te bieden en kindvriendelijk uit te leggen? En dat is dan echt iets wat een taalwetenschapper doet. Snappen hoe een taal in elkaar zit en die structuren over te brengen. En dat op begrijpelijk Nederlands. Maar waar ben je dan actief? Want op het moment dat je dan naar je werk gaat en hoe gaat dat werk? Kun je er een korte omschrijving van geven? Dat is heel verschillend. Heel vaak werk ik met een groep mensen samen. Dat je daarom ontsnapt, hè? Gaan we inderdaad kijken van hoe kunnen we het beste een bepaald taalprobleem aanpakken. Wat voor soort oefeningen moeten we erbij verzinnen? Hoe kan je iets uitleggen? Hoe leg je iets uit aan een kind of aan een ouder of een behandelaar? Dus dan moet je ook weer je toon en wat je precies wil vertellen aanpassen in je woordenschat. Dus dat is eigenlijk wat je doet. Je probeert op maat informatie te verstrekken, zodat een ander daarmee verder kan. Past heel goed bij praatnederlands.nl, zou ik zeggen. Ah, dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Hey, wie ben je? Ik ben Bert van der Warnes en ik werk bij ReadSpeaker. Waar zitten jullie? Wij zitten in Nederland in Huis ter Heide, vlakbij Utrecht. En wij hebben in een heel aantal landen kantoren. En wat doe jij? Ik ben bij ReadSpeaker verantwoordelijk voor de business development van de Benelux.
Kan je iets vertellen over wat jullie aan vernieuwingen hebben? Ja, we hebben wat verschillende vernieuwingen. Wij zijn in de markt van dyslexie zijn wij gestapt met een product dat heet de ReadSpeaker TextAid. Een volledige cloud-based variant op eigenlijk de producten die in die markt al bestaan. Voor scholen erg interessant, omdat scholen steeds meer gebruik gaan maken van cloud-based diensten. Ofwel Chromebooks gaan gebruiken waar ReadSpeaker TextAid met een login heel makkelijk op gebruikt kan worden. Wat we verder doen is dat wij inmiddels ook inmiddels een aantal jaren eigen stemmen zijn gaan ontwikkelen. Eigen computerstemmen, omdat onder meer bijvoorbeeld voor de Nederlandse markt wij constateren dat wij een taal zijn van heel veel Engelstalige woorden. En wij hebben in de opname van zo'n computerstem ook rekening gehouden met het feit dat woorden als likes op Facebook niet liek onze paasboog wordt, maar ook daadwerkelijk likes op Facebook. En eigen stemmen, moet ik dan ook denken dat op een gegeven moment stemmen worden ingesproken door bekende mensen of zeg computers? Nou, een beetje de stem wordt initieel ingesproken door een persoon. Dus wat er feitelijk gebeurt, de linguist ontwikkelt een script. Dat script wordt ingesproken door een persoon en dat kan ook een bekende persoon zijn. Als je kijkt naar de Nederlandse stem is ingesproken door Marion Keller. En Marion Keller doet bijvoorbeeld ook de voice-over voor The Voice of Holland. He, dus voor een aantal mensen een bekende stem. En voor ons een stem die wij gebruiken als computerstem in allerlei toepassingen die wij aanbieden aan de markt. En vooral ook aan educatie. Wat is dit voor verschil met Siri of met Google Translate? Wat is het verschil? Nou, weet je, het verschil met Siri is dat Siri is puur speech recognition, spraakherkenning. Dus dat is niet de kant waar wij op dit moment ons in bevinden. Wij ontwikkelen spraaksynthese, technisch gezien toch een ander stuk. En wat is het verschil met Google bijvoorbeeld? Ik denk omdat wij zo dicht op de Nederlandse markt zitten, dat wij gewoon een betere kwaliteit stem ontwikkelen dan Google uiteindelijk heeft gemaakt. Nou, succes. Ja. Dankjewel. Hey, wie ben je? Ik ben Tanja Mols. Ik ben uitgever voor het VMBO beroepsgericht kaderbasis bij de uitgeversgroep Uit Den Bosch, educatieve uitgeverij. En waar zitten jullie in Den Bosch? Wij zitten in Den Bosch aan het Sterrenbeeld nummer 13. En dat al een tijdje? En daar zitten we al 25 jaar. We hebben afgelopen jaar ons zilveren jubileum gevierd. We zitten nu dus in ons 26e jaar. En het gaat heel erg goed. We zijn met name gespecialiseerd in het MBO en het VMBO. En wat doen jullie voor het VMBO? Wat houdt het in? Voor het VMBO hebben we prachtige leerlijnen ontwikkeld voor vier profielvakken. Voor HBR, dat is horeca, bakkerij, recreatie, economie en ondernemen, zorg en welzijn en dienstverlening en producten. En daarnaast hebben we nog een hele mooie doorlopende leerlijn voor klas 1 tot en met 4 van LOB. Loopbaanoriëntatie en begeleiding. En wat doe jij? Nou, ik ben de uitgever, dus dat betekent dat ik zowel auteurs begeleid, dus het hele schrijfproces. Ik ga naar scholen toe, dus ik geef presentaties. Ik leg uit hoe ze het beste kunnen implementeren, onze methodes. Ik heb natuurlijk contact met de uitgeverij zelf. Ik redigeer de boeken, dus ik zit in feite aan het hele productieproces, om het maar even zo te noemen. Van een leeg blad tot aan het moment dat het boek naar de drukker gaat. Dus ook de opmaak, dat stuur ik niet aan, want het wordt opgemaakt door een professionele opmaker. Maar dan ook daarin heb ik de communicatie. En wat voor boeken kun je bijvoorbeeld noemen? Ik kan bijvoorbeeld een boek noemen dat heet voor economie en ondernemen, bijvoorbeeld secretarieel. Dus daar krijgen de VMBO-leerlingen in klas 3 en 4 krijgen ze allerlei secretariële vaardigheden aangeleerd. En dat doen we. En dat geldt in feite voor elk boek wat we uitgeven. Dat doen we in verschillende blokken. Het ene blok is theorie met verwerkingsopdrachten. En het andere blok, dat zijn praktijkopdrachten. Of, dat doen we bij horeca, heten het totaalopdrachten. Waarbij ze allerlei nog dingetjes wat meer in de praktijk kunnen doen. Dus eigenlijk vliegen we alle exameneenheden van twee kanten aan.
enerzijds vanuit praktijkgerichte opdrachten en anderzijds vanuit de theorie met direct daarbij verwerkingsopdrachten. Het klinkt heel zakelijk, maar hoe leuk is dit? Het is superleuk. Ja, ik moet het zakelijk vertellen omdat ik namelijk in een heel kort verhaal wil vertellen hoe de boeken werken. Maar als ik zie hoe het op scholen werkt, gaat het gewoon echt supergoed. De leerlingen zijn heel enthousiast over de afwisseling van opdrachten waar ze mee bezig zijn. Het zit lekker allemaal bij elkaar. Dus... En wat voor veranderingsprocessen gaan we bijvoorbeeld door bij kinderen? Wat kunnen ze leren? Ja, ze leren sowieso natuurlijk hun vaardigheden. Ze leren in feite stap voor stap de vaardigheden die horen bij al die verschillende beroepsrichtingen. Die worden flink ontwikkeld en daarbij krijgen ze natuurlijk een heel goed zicht van alle verschillende beroepen die er zijn. Waardoor ze uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk, de juiste keuze kunnen maken om naar het mbo te gaan. Gewoon weten wat je wil, dat is waar het om gaat. Daar gaat het om. En ze moeten liefde voor het vak krijgen. En weten wat je kan natuurlijk. Zeker weten. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja? Hebben we volume? Ja, we hebben volume. Kunnen wij dat zelf nog regelen? Nee, heel mini-mini, maar niet veel. Mini-mini-mini. Mini-mini. Nee. Ja, we gaan er ook. Ja? Kunnen we? Vond u eerste les opstokken? U kreeg er geen beweging in. En als u aan Europa dacht, kreeg u dan tegenzin. Goed nieuws, dat is voorbij. Ja, uw hart zal weer gaan kloppen. Om uw les weer leuk te maken, kunt u bij de EU shoppen. Materialen zijn ontwikkeld, dus voordat u het weet, wordt met deze lessen ieders horizon verbreed. De uitdaging, de kennis. Ieder jaar. U hebt het voor het kiezen, alles ligt al voor u klaar. Liever een bordspel op de tafel met nostalgische pionnen. Of ben je deze keer met de kids voor de begonnen? Dat zijn spellen die je spelen kunt, online waarbij je leert. Over regels in Europa doen ze nooit meer iets verkeerd. Voor de oudere studenten. Zijn er meer actieve reizen? Een blik over onderhandelen. Overzien de verwerkingspagina. Laat ze van online weer in de klaslokalen in. Dan geef je ze een kek verantwoord kennismagazine. Ik zou het wel weten als ik in uw schoenen stond. Vanaf nu fris en uitdagend. Uw lessen zijn weer rond. Ja! Yes.
Hi, wie ben je? Hoi, ik ben Kees van Hogeveld. En waar kom je vandaan, Kees? Ik kom uit Hendrik in het Ambacht. En wat doe je? Ik ben gedragsdeskundige en auteur van boeken. En wat voor boek is dit? Dit is een boek over sociaal emotionele leren. Oftewel, wie ben jij, wat doe jij, waarom doe je het? Hoe ga je om met jezelf en de ander? Bewuster worden in het leven. Zeker weten. En waarom heb je dit geschreven? Dit was een boek dat er nog niet was. En ik denk, met alle nadruk op schools leren, rekenen, taal, lezen, moet er een tegenwicht komen. En dat is dit, sociaal emotionele leren, CEL. Het is de eerste dag van de NOT 2017. Klopt. Merk je dat veel mensen nu een reactie geven op je boek? Ja, ik communiceer heel veel via Twitter, LinkedIn, via de mail. Ik geef heel veel cursussen. Dus mensen wisten dat het boek eraan kwam. En komen zelfs vandaag speciaal naar de NOT om het boek te halen. Hoe leuk is het om een boek te schrijven? Want het begint ergens, maar hoe gaat dat? Het is heel leuk om een boek af te zien. Het schrijven is verschrikkelijk, want het duurt heel lang. Heel veel nadenken, heel hard werken. Maar als je het resultaat ziet, daar ben je trots op. Dan pluk je de vruchten. Zeker weten. Heel veel succes en vele fijne dagen op de beurs. Dankjewel. Van de Vlucht. Mooie naam, en waar kom je vandaan? Ik kom uit Den Haag. En wat doe je? Ik ben orthopedoog onderwijsadviseur bij Basalt. En wat is het, Basalt? Dat is een club met adviseurs die zich maar hard maken voor het kind, voor de leerling, onderwijzer. We staan daarnaast en we doen het samen met hun voor beter onderwijs voor onze leerlingen. En je bent trainer adviseur, zo staat het ook op je kaartje. Ja, klopt. Ja. Kun je iets vertellen hoe dat gaat? Ik kom in de scholen, worden ingeroepen met allerlei vragen die er zijn. Kinderen zeg maar, die niet meer lekker lopen, groepen, teams die vragen hebben, en dan denken wij met ze mee. Leuk. Je geeft allemaal boekjes, tenminste die verkopen jullie natuurlijk als Basalt zijnde. Ja, een hele mooie. Wat voor speciale educatie boekjes zijn dat? We hebben eigenlijk ontzettend veel, maar alles inderdaad wat leerkrachten nodig hebben in het onderwijs om te kunnen doen wat ze moeten doen. Heel veel met gedrag, met leren zichtbaar maken doen we heel veel. Ja, met het growth mindset, hoe vast kan je zitten in je gedachtegoed, hoe kan je eruit komen, hoe kan je tot leren komen. Nou, eigenlijk al dat soort dingen. En je draait je ook meteen, hè? Je gaat niet meer naar die camera kijken. Nee, dat is moeilijk, hè, als je met iemand praat. Maar je hebt gewoon zelf besloten. Ja, precies. Dat vind ik wel mooi, je hebt gewoon eigen wil. Precies. Ja, en dan zie ik zo'n boek zoals Leren Zichtbaar Maken. Ja. Hoe doe je dat en wat doe jij daarmee bijvoorbeeld? Want
Kun je iets uitleggen wat je in de praktijk dan doet? Ja, eigenlijk ik doe het veel met individuele leerlingen om hun duidelijk te maken waar staan ze nu, zeg maar, wat zou hun volgende stap zijn? Hoe kunnen ze hun gedachten openzetten van goh, ik kan dit niet, ik kan niet leren, ik kan niet rekenen, ik kan geen taal. He, in staat van goh, ik kan het nog niet. En wat zou voor mij een mooie stap zijn zodat ik het wel kan? Wat heb ik ervoor nodig? Wie heb ik ervoor nodig? Weg met die beperkende gedachten en positieve gedachten. Ja, je nog kan niet. Ja. En ja. Wat willen mensen bijvoorbeeld leren via jou? Want ze komen jou tegen of jij komt op school ergens en dan adviseer je wat? Ja, ze willen leren bijvoorbeeld beter hun kinderen te begeleiden, beter onderwijs te kunnen geven aan hun leerlingen, te zorgen dat ze uit dingen waarin ze eerst in vast zaten, dat ze daar weer uit los kunnen komen. En dat kinderen die van eerst zeg maar, heel verdrietig voelen of niet tot leren komen, dat die dat uiteindelijk wel weer kunnen. En leerkracht is dan het middel daarvoor. Ja. Hoe tof is dit? Ja, dat is super. Dat is echt een mooie doel. Genieten van elke dag. Ja, zeker. Ja. Heel veel succes met de beurs ook. Ja, dankjewel. Hoi, wie ben je? Ik ben Loek Schuller. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Utrecht, maar ik sta nu achter mij, heeft een hele mooie stand van het CNV. Ik ben voorzitter van CNV Onderwijs. En wat houdt het in? Wat doen jullie? Wij zijn een vakbond, dus wij komen op voor de belangen van docenten, van ondersteuners en van schoolleiders. Wij maken cao's, maar wij zorgen ook voor een aantrekkelijk inhoudelijk programma met leergangen, met netwerkbijeenkomsten. Dus we zijn er voor onze leden om de belangen van alle mensen die in het onderwijs werken te behartigen. Ik zie een energiebaan, wat houdt het in? Achter mij is inderdaad die energiebaan. Wij vragen mensen om door die energiebaan te lopen. Daarin ontdekken ze wat geeft mij energie, wat kost mij energie. En we geven ze concrete handvatten om daarmee de dag door te komen en morgen weer enthousiast voor de klas te staan. En wat kost jouw energie? Bureaucratische, lange overleggen. En jullie hebben wel een van de grootste stands, denk ik. Heel mooi ophogingje, heel totaal project is het eigenlijk? Het is een gigantisch mooi project, maar hier ontvangen wij ook al onze leden. Hier ontvangen wij natuurlijk ook mensen die heel graag lid willen worden van de vakbond. En het is het waard om ruimte te bieden aan energie. Jullie hebben zelfs een muntdrankje met citroen, zie ik. Wat is dat voor meerwaarde dat je mensen hier een drankje laat drinken en even bij elkaar laat komen? Nou, het moet natuurlijk ook een beetje een ontspannen tentoonstelling zijn. Er zijn natuurlijk heel veel indrukken die docenten hier opdoen met allemaal uitgeverijen en dergelijke. Het is hier ook een rustpunt, dus ontspannen, kopje koffie, lekker een zakje erbij. Als ze lid worden krijgen ze nog een mooi aardbeientasje. Dus dan kunnen ze ook morgen zeg maar, weer aan de slag. Nou, ik wens je een leven zonder bureaucratie. Ja, dankjewel. Mogelijk is you're a key mailbox, don't see better than when you
Six or seven.